Welkom bij Altivista en welkom bij deel 2 van de review. De duurste pops van Back to the Toys. Ja, wat gaan we vandaag doen? Hè? Ik heb het vorige keer al gezegd. Ik zal voor de mensen die de eerste keer deel 2 nu kijken, zal ik nu ook een keer zeggen. We hebben natuurlijk bij de Kruidvat hebben we al een keer de duurste pop bij elkaar gezocht van de pops die we daar ooit gekocht hebben. Dat doet het kanaal al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel pops in verleden gekocht. En die zijn allemaal in waarde gestegen of gedaald. Dus hier hebben we bij elkaar gezocht. Hebben we bij Kruidvat gedaan. Hebben we bij de Action gedaan. En toen zat ik te denken bij de webshop. Hoe hebben we dat ook gedaan? Of gaan we dat ook doen? We hebben natuurlijk heel veel pops bij webshops gekocht. Mystery Box, et cetera. Denk maar Eagle Toys, The Large, Tiny Titan natuurlijk. Daar gaan we allemaal nog iets mee doen. Maar vandaag trappen we even af met Back to the Toys. Ja, vorige keer zei ik het al, Back to the Toys, de winkel in Breda, bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Maar Back to the Toys opereerde al jaren via funkopops.nl. En dat was een webshop, daar kon je pops kopen, kon je mystery boxes kopen. En dat hebben we gedaan. Dat hebben we heel veel gedaan. We hebben echt heel veel video's gemaakt. Dus ga dat checken. Ik zal zorgen dat ik een playlist maak. Zodat jullie inderdaad al die video's een keer terug kunnen kijken. Heel erg gaaf. En dan zie je de pops die ik nou laat zien. En natuurlijk deel 1. Vergeet ook deel 1 niet te kijken. Wat heb ik al 6 pops laten zien. En met de waarde van €284 hebben we toen afgetikt. En dan kun je jullie vandaag vertellen. We gaan er overheen. We gaan nog duurdere pops laten zien. Heel erg gaaf. Alle pops die ik laat zien heb ik. En dan ben ik heel eventjes aan het denken voor €8 gekocht. Op eentje na, waarvan ik niet twijfel of die via Mysterybox gekocht of los heb gekocht. Dat weet ik niet, maar volgens mij heb ik er allemaal €8 voor gegeven. En nu gaan ze dus over de €284 heen. Hoe vet is dat? Hè? Dus 8 keer 6, we gaan 6 postgroot laten zien. Dus €48 aan kosten. En we gaan er overheen. Dus we gaan echt waar, we gaan meer als verdubbelen. Het wordt heel erg vet. Heel veel pops ga ik dus laten zien. Ja goed, we gaan beginnen. Vorig jaar hadden we dus zes pops laten zien. Vandaag weer 6 pops. En we beginnen met de allerduurste. En daarna zakken we een beetje omlaag met de rest van de pops. We beginnen met pop nummer 1. De allereerste pop die ik wil laten zien is de volgende. Ja, deze is heel erg gaaf. Dit wordt zo'n pop. Ik zei het in de vorige video al. Ik ging de pops allemaal scannen, allemaal opzoeken. En toen kwam ik erachter dat sommige pops in mijn collectie zaten. Die ik daar gekocht had. Waarvan ik helemaal niet wist dat de prijs zo hoog was. Dit is een van die pops. Heel erg. Was ik een beetje vergeten. Stond natuurlijk. Zat wel in een protector, moet ik er wat bij zeggen. Het is namelijk deze 492. Het is een 2019 Summer Convention Limited Edition Exclusive van Manting. En dit is vet. En de pop. Hij is loeizwaar. Hij is echt loeizwaar. Ja, je kan het natuurlijk niet aan jullie laten voelen, maar het is echt een hele zware pop. 492, kijk aan. En dit is een pop die komt uit een hele oude set van Marvel. Want ik zie hier de oude Spider-Man, Iron Man, Captain America en Doctor Strange erin zitten. Dan heb je 3, 4, 6 en 149. Waarvan we 149 sowieso al hebben. Kijk aan, dit is 492. 2019 Super Convention Limited Edition Exclusive. Manting. Oh ja, en ik vergeet natuurlijk hoeveel dit is waard. Ja, hou je hard. €120. €120 is deze pop waard. Ik heb hem €8 voor gegeven. En ik moet zeggen, ik vind de pop gewoon heel erg gaaf. Ik bedoel, ik snap even niet waarom hij achter in de kast stond. Dus ik ga zeker naar voren. Hoor je denk je achter in de kast, Koen? Hoe bedoel je dat precies? Nou, jullie zien hier achterkant. Dat is trouwens helemaal nieuw. We hebben heel de collectie, of heel de studio hebben we opnieuw ingedeeld. En ze zitten niet één rij. Hè? Dat, je ziet alleen de voorkant. Maar ze zitten allemaal twee rij dik. En zo praat ik over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ja, meer dan 10 kassen die we weer hebben. Waar ze dus alle twee dik van opgestapeld. En deze stond dus in de achterste rij. Dus die gaan we een beetje naar voren trekken. Want deze mag gezien worden. 492. Hele gave pop. Had al een speciaal plekje. Maar gaat een beter plekje krijgen in de collectie. Zal ik het zo zeggen. Goed, dan de volgende pop. Die is wel ietsje minder waard als deze. Deze, ja, die overtreft alles natuurlijk. De volgende pop is ook een pop uit de Mystery Box. Deze is ook heel erg gaaf. Zit ook in de protector. Het is namelijk toch, jawel, toch. En dit is namelijk de Special Edition 482 Avengers Endgame 482. Heel gaaf. Ik vind deze pop zo gaaf. En ik wist toen al dat die wat meer waard was als normaal. Deze komt uit de... Endgame serie die later erbij is gekomen, moet ik zeggen. Want we hadden natuurlijk ook Buddy Thor, hadden we ook. Ja, de dikkere editie. Heel erg vet. En deze hier zie ik achterop niet staan. Rescue wel, maar dit is een exclusive. Uiteraard, daarom staat er niet op. Dit is een set van 10, 11, 12, 14. En je hebt natuurlijk heel veel exclusives in deze set zitten. Kijk aan, deze set. En het is 482, toch special edition. Ik ben heel even aan het kijken wat dan het verschil is. Oh ja, hier heeft hij natuurlijk zijn hamer in zijn hand. En die andere niet. Oké, okay, heel erg vet. Heel erg gaaf pop. 482, toch? Daar ga ik aan de zijkant kun je ook je zien. In de protector ook. Oh, vergeet helemaal de prijs te zeggen. €46. €46 is deze pop waard. Van de Avengers Endgame. Heel gaaf. Ook trouwens best een zware pop, hoor. Ja. Zeker niet standaard. Echt een redelijk zware pop.
Tot zover toch. Dan gaan we over naar de volgende. En de volgende moet ik eventjes een beetje voorzichtig mee zijn. Dit is, deze komt een van mijn eerdere mystery boxen. En dit was gaaf, want ik weet nog goed, toen deze trok, toen ik de mystery box openmaakte, deze zag, ik was ook zo blij. Die was echt vet. En het is deze, en ik ga kijken of ik een beetje voorzichtig naar boven kan tillen. Op, 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 op. Het is namelijk, ja, een 10-inch pop. Het was namelijk Pennywise. En het gave is, dit was mijn eerste 10-inch pop die ik in de collectie had. Vandaar dat het zo speciaal was. Ik was hier zo blij mee. Ook mijn eerste Pennywise pop moet ik erbij zeggen. Maar ik was zo blij met deze pop. 10-inch, 786. Ja, ik vond hem echt huge. Ik weet nog goed, ik heb hem op mijn nachtkastje. Heb ik hem laten staan, zo krijg ik je daar kon kijken. Vond mijn vrouw al minder, dus na enkele dagen is hij gewoon lekker de collectie natuurlijk ingegaan. Maar ik vond hem zo gaaf, 786 van It Chapter 2, moet ik wel even bij zeggen. Pennywise, heel gaaf. En deze ook in waarde is, heeft hij wat gedaan. Deze is namelijk 41 euro waard. Jazeker, 41 euro. En het is een set, dit zijn andere drie pops die in de set zitten. En die heb ik ook, tenminste vond ik er twee al. En dit is geen special edition, dus deze, nee, toch staat hij er niet achterop. 786, dat apart. Waarschijnlijk toch een special edition. Kijk aan. 786. Van It Chapter 2. Heel vette pop. Goed. 1, 2, 3 pops hebben we gehad. 6 pops laten we zien. En in totaal hebben we dan 12 pops gehad. Heel gaaf. We gaan over naar de volgende. En de volgende is ook heel erg gaaf. Dat is deze. Het is namelijk een pop uit Pops Around the World. Heel gaaf. En dit is namelijk Ozzy nummertje 4. Zat ook in de mystery box. Heel vet, Australië. En dit vette van deze pop zit, het is een pop met een pin. Kijk aan. En dat is deze. Heel vet. Kijk aan. Het is een pop van een set van 12. En wat zit er dan nog meer in? Ik zit even te denken, heb ik meer pops? Volgens mij niet, hè? Volgens mij niet, want je hebt de Ozzy, Finley, Tula, Buckingham, Rosa, Praje, Toshi, Douglas, Paco, Hansel, Nora en Prasjo. En volgens mij is dit wel gaaf, want hier staat voor Paco nog op, nummertje 9, kijk aan. En dat is een stierenvechter. En volgens mij is die veranderd. En volgens mij mocht dat niet. En hebben ze daar een zaak tegen aangespannen. Hebben ze die verloren en is die pop uit de handel gehaald. En dit is nou een hele dure pop. Maar hier staat hij dus nog op, heel erg gaaf. Deze pop komt trouwens uit, moet ik heel eventjes kijken, uit welk jaar deze komt. Kan ik dat zien? Jazeker kan ik dat zien. 2020, ja. Heel gaaf, je hebt namelijk ook een paspoort en dan kun je al die pins inzetten. Kun je helemaal verzamelen. Heel gaaf, ik weet dat je die bij, even kijken, Pick a Pop kun je die kopen. Daar heb ik ze volgens mij zien liggen. Heel erg vet. Nummertje 4, Pop Around the World. En kijk eens naar die button, die pin oftewel moet ik zeggen. Heel vet, kijk eens hoe vet die eruit ziet. Hele gaaf Pick a Pop. Oh ja, en de waarde, 28 euro is deze waarde. 28 euro. Heel gaaf. En dan gaan we over naar de volgende pop. En dit is ook weer zo'n pop. Geen idee dat deze zoveel waard was. Wist ik echt niet. Ik dacht, die pop, nou, die gaat niet boven een tientje komen. Het is namelijk een pop van Man in Black. 717. Het is namelijk Edgar. Oftewel, de bad guy van Man in Black. 717. En deze is dus waard 26 euro. 26 euro deze pop waard. En die wist ik echt niet. Dit was ook zo'n pop die ik in de kast had staan. Heel erg gave sculpt vond. Heel erg fijn. Ik twijfel namelijk of ik deze uit de mystery box heb of deze los heb gekocht. Weet ik niet zeker. Ik wist veel zeker dat je deze kon krijgen. Maar ik vind de pop echt heel erg gaaf. Een set van 3. Agent J, Agent K zit er natuurlijk in. En Edgar. En dat is wel gaaf. Want Agent J is Frank zit erbij. En anders zit Nibble erbij. Heel gaaf. Kijk aan. Dit is een set van 3. En dit is Edgar 717. En deze is dus waard 26 euro. 26 euro. Had ik niet verwacht. Ik vind trouwens wel, moet ik zeggen. De sculpt is sowieso wel tof. Maar vooral hoe die geverfd is. Heel erg gaaf. Het gezicht, het pak. Het ziet er gewoon echt een zombie-achtig uit. Ja, ik vind deze pop zo vet. Edgar 717. Ik zal hem ook laten zien. Van Man in Black. Heel erg tof. Goed, dan hebben we nog maar één pop te gaan. En de volgende pop. En die zit ook in een protector. En het is ook een 2019 Summer Convention Limited Edition Exclusive. Oftewel, net zo eentje als deze. Dan zou je bijna zeggen dat ze misschien wel uit dezelfde mystery box komen. Maar het is niemand minder dan Scott Howard van Teen Wolf 773. Kijk aan. En dat is deze. Heel erg gaaf. Kijk, dat is wel grappig. Want vorig hadden we ook Michael J. Fox. Hadden we natuurlijk als Marty McFly. En dan hebben we als Teen Wolf. Ook dus Marty McFly is twee keer. Is hij, of Michael J. Fox is twee keer aanwezig in de Back to the Toys video's deel 1 en deel 2. Dit is de pop 773. En deze waard maar liefst 27 euro. Ja, 27 euro is deze waard. Heel erg vet. Goed, dan hebben we even een resume. Heb je allebei elkaar geteld. En dit is het totaalbedrag van al deze pops samen.
288 euro. Echt heel erg veel. Bizar. Bizar dat sommige pops zo een prijs konden stijgen. Maar ik zeg het, hè, de Funko app, hij fluctueert heel erg. Het kan zo zijn dat de ene pop inderdaad deze voor naar 120 euro. Misschien is het straks onder de 100 euro. Misschien zit hij zelfs over de 200 euro. Het scheelt echt per week. Echt heel erg graag. Hè? Je hebt natuurlijk ook de Pop Price Guide. Die prijzen verschillen af en toe ook. En hoe dat precies allemaal zit. Check anders even de video van Pop Price Guide. En ik heb namelijk een interview gehad met de eigenaar van Pop Price Guide. Heb ik allemaal vragen mogen stellen. Hoe het allemaal zit. Hoe het zit met Funko App. Want die wordt natuurlijk ook bijgehouden door PPG. Dus als je daar nog wat vragen over hebben. Volgens mij kun je nog steeds in die video. Kun je als comments dingen vragen. En dan wordt er nog steeds op gereageerd. Dus ja, mocht je dat leuk vinden. Ga die video zeker checken. Heerlijk vet. Goed, ja, ik ben heel erg benieuwd. Welke pops vinden jullie nou het tofste? Welke pops hebben jullie in de collectie zitten? Van deel 1 en veel deel 2. Als je deel 1 nog niet gezien hebt, ga dat zeker doen. En dan ben ik heel erg benieuwd. Goed, de volgende video gaat ook heel erg tof vinden. Kan ik je nu al vertellen. Hè? We zijn natuurlijk bij Dutch Comic Con geweest. Ik ga er niet te veel vertellen, want dat was heel erg vet. Heel erg tof. Hieronder kun je namelijk abonneren. Doe dat, druk op dat belletje, want dan kan je die video's niet missen. Heel erg gaaf. En natuurlijk een duimpje omhoog geven, zou ik ook tof vinden. Maar we gaan sowieso nog eerst nog wat anders doen. En straks gaan we nog heel vette andere dingen doen. We gaan even toeren. Nederland hebben we gehad. België gaan we nu doen. Duitsland gaan we doen. Heel erg vet. We gaan ook zoveel vette dingen doen. Dus ga het niet missen. Als je je abonneert, hoef je dat zeker niet te missen. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, Back to the Toys dus. Oftewel funkopops.nl. Daar hebben we deze pops allemaal gescoord. En we gaan bij Bonnie Cup nog een keer een webshop doen. Zeker te weten. Want ik wil de Tiny Titan wil ik ook nog dit doen. En ik wil bij Eagle Toys wil ik dit doen. En bij Lars wil ik dit doen. We zijn een beetje aan het inventariseren wat we daar al gescoord hebben. Ja, en ook daar schrikbarende pops hoor. Waarvan ik denk van, daar heb ik echt niet meer als tientje voor gegeven. En nu, ja, tegen 100 euro, met gemak. Dus houd het kanaal in de gaten, ga je dat niet missen. We gaan ook echt zoveel super gaaf video's maken. Het gaat gewoon super tof worden. En nogmaals, dank voor jullie steun. Dank voor het kijken. Ik zou zeggen, allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Hè. Groetjes, doei.